Van zorg naar gezondheid. Voor ons is dat de vernieuwing in de GGZ. Hoe we omgaan met mentale gezondheid. Voor onze organisatie betekent dat dat we van zorgen voor naar zorgen dat gaan. Zorgen dat er passende hulp is. In de wijk, misschien zelfs in huis. Maar ook zorgen dat de samenwerking met zorg- en welzijnspartners echt daadwerkelijk samen doen wordt. Want wie en wat heb jij nodig om weer mee te kunnen doen en je ding te kunnen doen? Collega Paul, verpleegkundig specialist, heeft daar een mooi voorbeeld van. Een 23-jarige jongen meldt zich bij ons. Als ik vraag wat ik voor hem kan doen, zegt hij: ik wil van mijn angstklachten af. Het leven is één grote chaos op dit moment. Als ik vraag waar hij meer van wil in zijn leven, zegt hij na enige tijd: iets met sport en met jongeren. We zijn nu een jaar verder. De behandeling bij ons is geslaagd. Hij is van zijn klachten af. En wat veel belangrijker is, hij is met zijn ouders, vrienden en zijn voetbalvereniging van vroeger om tafel gaan zitten om te kijken hoe hij zijn doelen kan realiseren. Hij is een jeugdtrainer en volgt een opleiding in de zorg. En hij zegt: ik heb mijn leven weer op de rails.